Ze bestonden vrijdag precies 5 jaar, de Stichting Vrienden van Katwijk. En dat werd gevierd in Huize Katwijk. De vrienden werden in 2008 opgericht om iets extra's voor de bewoners van het bejaardenhuis te doen. Geld in de zorg is er niet. Waar het is, weet ik niet. En wij hopen dus door middel van onze acties die glimlach bij die mensen te krijgen op de gezichten. De afgelopen jaren gingen de bewoners dankzij de vrienden onder meer naar een bijeenkomst van Omroep Max. En kwam Ronnie Tober voor een optreden naar Os. Maar waar betalen ze dat allemaal van? De grote benefiet bingo, veel mond-tot-mond reclame. 1 keer in de zoveel tijd een keer toch wel bij de familie aankloppen. Een brief de deur uit. We zijn met 2,50 blij, we zijn met 100 euro blij. Alles is goed. De bewoners van Katwijk vierden het jubileum vrijdag samen met de mensen van de stichting en met zanger René van Rooij. Wat bent u mooi aangekleed. Is dat voor een speciale reden? Ja, voor de feest op het ogenblik dat de grote mensen die veel voor ons doen, dat we daar ook netjes voor de dag komen. Als er iets wordt georganiseerd, u bent er wel bij. Jawel. U stond echt voor de kast vanochtend de dag van, dat wil ik hebben. Juist. We zijn heel lief voor de mensen. Dat mag gezegd worden. En zo bleef het nog lang onrustig in Katwijk.